Zonnepanelen op daken en energiescan. Op 7 november organiseert het platform Duurzaamheid een duurzaamheidscafé in de duurzaamheidsfabriek. Nou, u begrijpt waar het over gaat, het modewoord duurzaamheid. Het woord is nu al 4 keer gevallen in zeer korte tijd. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk en wat levert het op? Ik ga erover praten met Jan de Keijzer, hij is lid van het platform Duurzaamheid. Allereerst, 2 jaar geleden is het platform Duurzaamheid ontstaan. Waarom? Nou, er waren een aantal vrijwilligers die met elkaar vonden van we moeten eens een keertje nadenken over hoe we duurzamer met elkaar kunnen omgaan. En dat vooral praktisch in gaan vullen met bijvoorbeeld natuur, voeding, gezondheid, maar ook met energie. En vanuit die drive hebben we gezegd van laten we bij elkaar starten met duurzaamheidscafés. Waarin we verschillende onderwerpen aan de orde brengen om te kijken van wat kunnen we daar nou met elkaar in betekenen. Noem eens een paar onderwerpen die jullie al hebben behandeld in het duurzaamheidscafé. De laatste keer was Thomas Rauw was aanwezig. Ja. Thomas Rauw is, dat is heel recentelijk, man, hè? Ja, en dat is de man die veel vertelt over, laten we nou eens nadenken over grondstoffen die opraken. En laten we eens nadenken dat we het veel meer moeten hebben over grondstoffen als over producten. Ja. Ja? En dat is natuurlijk eigenlijk ook waar we het op Duurzaamheidscafé 7 november over gaan hebben. Want dan zeggen we in feite van, ga nou eens veel meer nadenken over energiezaken als zon en wind. Ja. In plaats van dat we alsmaar bezig zijn met grondstoffen te verbranden die gewoon eindig zijn, als kolen. Ja, want nou is dat, u zegt het allemaal fantastisch, maar nou is het platform Duurzaamheid, was een burgerinitiatief. Ja. Is niet gelieerd aan Dordt Duurzaam. Nee. Jullie hebben een plekje op die site. En jullie zijn ook niet gelieerd aan de duurzaamheidsfabriek. Nee. Daar wil ik er even bij zeggen waarom. Want wij zouden eigenlijk, zouden we dit gesprek voeren bij op die locatie, de duurzaamheidsfabriek. Ja. En de heer Koops die vond dat toch niet zo'n goed plan. Want die was bang dat het platform Duurzaamheid zeg maar, geassocieerd zou worden met de duurzaamheidsfabriek. Terwijl het karakter van die duurzaamheidsfabriek een totaal ander is dan wat jullie nastreven. Hij zei letterlijk van, nou het platform Duurzaamheid, wat die onder duurzaamheid verstaan, dat is totaal iets anders dan wat wij vinden. Dus daar was hij echt heel huiverig voor. Waarom, denkt u? Ik heb eigenlijk geen idee, omdat wij proberen om alle duurzaamheidsinitiatieven binnen Dordrecht bij elkaar te brengen. En wat wij proberen is om vooral van onderaf te werken. Wat je ziet is dat de gemeente met zijn energiecoöperatie bezig is om vanuit het warmtenet en vanuit zonnepanelen op daken en energiescan, daar hebben we het misschien zo meteen nog wel even over, om een beetje vanaf de bovenkant te beginnen. En wij zeggen, je moet het vanaf onderaf doen. En de duurzaamheidsfabriek is natuurlijk veel meer gelieerd aan innovatieve ideeën vanuit de industrie. Bedrijven dus. En gekoppeld aan leren en nieuwe studenten trekken. Ja. Ja? Oké, okay. Ik wil het even gezegd hebben, want dat vond meneer Koops nog wel heel erg belangrijk. Dus bij deze is het uit de wereld. Hoe duurzaam zijn de Dordtenaren? Niet zo heel erg duurzaam nee? Op eigen initiatieven na van een aantal bedrijven. En wat je nu ziet is dat er langzamerhand het begrip duurzaamheid ook een beetje begint in te dalen binnen Dordrecht. Hè? En wat is dan het begrip duurzaamheid? Wat verstaat u daar dan onder? Duurzaam is volgens mij dat je nadenkt over hoe ga je om met je grondstof, hoe ga je om met allerlei zaken als energie. Hè? Om te zorgen dat je ook je kinderen en je kleinkinderen daar nog verzoenlijk van kunnen leven. In plaats van dat we alleen maar nadenken over onze generatie en nu. Ja, maar ik vind het woordje duurzaam, ik heb altijd het idee, duurzaam is een vlag, een legitieme vlag. En onder die vlag, weet je wel, wordt mijn portemonnee geript. Ja, maar waarom zou je portemonnee geript moeten worden? Nou, moet je kijken wat je allemaal betaalt. Als ik nu neem de spaarlamp, dan zeggen ze, ja, dat is duurzaam. Nou, heeft Radar, het programma van de Tros, vorige week bewezen dat een spaarlamp helemaal niet zo energievriendelijk is. Dat hij in feite meer verbruikt dan die ouderwetse gloeilamp. Nee, en dat bedoel ik. En voor die spaarlamp betaal ik 3 keer zoveel als voor het ouderwetse gloeilampje. En dus dan denk ik van, dan wil ik helemaal niet duurzaam zijn.
Nee, maar er zijn natuurlijk ontwikkelingen die langzamerhand nu bereikbaar worden voor iedereen. Hè? Als ik kijk naar zonnepanelen, laat ik dat voorbeeld dan maar even pakken. Ja. Dan waren zonnepanelen natuurlijk 10 jaar terug onbetaalbaar en kon je eigenlijk het nooit terugverdienen. Hè? Als je het hebt over windenergie, er zijn nog allerlei mensen die roepen dat je een windturbine op je dak moet zetten. Dat moet je dus vooral niet doen, want die kost je 20.000 euro en die levert je nooit wat op. Hè? Nee. Maar windenergie is een energievorm die nu ongeveer 30 jaar in Nederland speelt. En we zijn nu wel zover dat de nieuwe generatie windturbines, maar dat zijn grote, dat je daar fantastisch mee energie kan opwekken. Op een hele makkelijke manier, hè? Want er is of wind of geen wind, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Maar dan moet je dus, als je daar particulier in wil betrekken, moet je het model kiezen niet voor grotere turbines. Hè? En niet moet kiezen voor kleinere turbines bij je in de tuin. Maar dan moet je dus nadenken over van kunnen particulieren participeren in zo'n project. En we hebben dat in Dordrecht dus nog niet gedaan. Hè? Nee. We hebben nog geen enkele windturbine in Dordrecht staan, terwijl die wind iedere dag voorbij komt. Ja. Maar nou komen jullie als platform duurzaamheid. Jullie hebben hier trouwens het duurzaamheidscentrum. Ik moest even op zoek naar het woord. Ik wil altijd zeggen het wijzig natuur- en milieucentrum, maar dat is al lang niet meer. Het is natuurlijk het duurzaamheidscentrum. Hebben jullie als thuisbasis. 7 november gaan jullie dan een uitstapje maken naar die duurzaamheidsfabriek. Jullie ontplooien allerlei initiatieven als duurzaamheid, platform duurzaamheid. Hoe worden die initiatieven overgenomen? Want jullie hebben ooit een keer een brief geschreven aan de gemeenteraad. Hoe wordt dat daar ontvangen? Nou, we hebben natuurlijk een aantal initiatieven genomen. En het verst als werkgroep is de werkgroep Natuurvoeding en Gezondheid. Hè? Ja. Die doen een aantal dingen en samen met de gemeente en op eigen initiatief. We hebben een brief geschreven aan de gemeente. En binnen de gemeente hoort bij de 4 speerpunten hoort het onderwerp duurzaamheid. Ja. Je ziet nu dat de gemeente het heeft opgepakt door aan de slag te gaan met de energiecoöperatie Dordrecht. Daar ontstaan initiatieven. Ja. En we krijgen natuurlijk ondersteuning als het gaat over van waar zijn jullie mee bezig, er is ruimte beschikbaar en kunnen we dat niet met elkaar een stukje synergie bereiken. Hè? De gemeente staat ook behoorlijk positief in wat wij allemaal aan het doen zijn. Ja. En we proberen gewoon een soort samenwerking te laten ontstaan. Ja, maar voelt u zich serieus genomen door de gemeente? Wij worden steeds meer serieus genomen door de gemeente. Hè. We worden uitgenodigd als er vanuit Brussel parlementariërs komen die eens willen weten van hoe gaat het met duurzaamheid hier. Mm-hmm. Hè. Ja. We zitten op het speerpuntenverhaal, spelen we een rol. We hebben regelmatig overleg met de verantwoordelijk wethouder Harry Wagenmakers. En die ziet ook dat wij ook mee kunnen helpen om de doelstellingen die we hebben als Dordrecht, hè, van klimaatneutraal in 2020, om die ook te halen. Hmm. Want het kan natuurlijk niet alleen komen van zonnepanelen op gemeentegebouwen neerzetten. Er zal meer moeten gebeuren. Hè. Er moet dus gebeuren dat particulieren gaan investeren. Het ECN heeft zojuist een rapport uitgebracht dat de Nederlander, hè, dus de particulieren, ja, tot in 2030 ongeveer 1 miljard gaan investeren in energiesystemen zelf. Hè. En ik zeg gewoon van, ja, we gaan het volgens mij bij nadenken over besparen, maar daar moet je in ondersteund worden. Het gaat om analyse, daarvoor hebben we in Dordrecht de energiescan, hè, die bereikbaar is voor bijna iedereen. Wat is dat, een energiescan? Een energiescan is dat een adviseur bij je thuis komt voor 25 euro, hè, want de gemeente stopt daar geld in. En met die energiescan krijg je dus een indruk van waar kan je nou besparen in jouw specifieke situatie. Okay. En die is heel anders als bij je buurman. Hè. En vaak zit het in hele simpele dingen als isolatie. Maar het begint natuurlijk ook met gewoon nadenken thuis. Hè, van hoe kan je in vredesnaam je ramen laten openstaan en toch 24 graden Celsius gaan stoken. Hè. Alles wat voor mijn cameraman. Ja. Die is een beetje koud aangelegen. Nou. Ja. Maar je kan in huishoudens, als je gewoon even nadenkt over je eigen situatie, kan je vaak al 10% besparen. Ja, maar dan hoef je verder niks te doen. Hè? Maar meneer de Keijzer, denkt u niet dat wanneer die particulier te veel moeite moet doen of wanneer het te veel geld kost, dat die particulier afhaakt? Natuurlijk haakt die af als het te veel geld kost, maar het hoeft ook niet meer te kosten.
Er zijn groene leningen mogelijk. Hè? Groene leningen? Groene, ja, dus je kan bij banken, als de ASN-bank, kan je terecht voor een groene lening, waar je tegen, als je een duurzaam project doet zelf, waar je gewoon tegen beperkte kosten zonnepanelen op je dak kan zetten. Of isolatie kan toepassen. En want een beetje huis, als je dat wil brengen van een energielabel G naar een energielabel A, ja. Ja, dan praat je toch al snel in een orde grootte van een 20.000 euro die je zal moeten investeren. Is er nog niet een te grote kloof tussen weten en doen? Natuurlijk is er een grote kloof tussen weten en doen. Ja. En daarom hebben we ook gezegd voor deze eerste energiemarkt, van wat wij moeten doen nu, is gewoon een keertje laten zien waar staan we, ja. Wat voor maatregelen kan je zelf nemen. Wat voor informatie is er die betrouwbaar is? Hè? Dus je moet niet terechtkomen bij een zonnepanelenboer die er volgend jaar niet meer is. Hè? Maar je moet terechtkomen bij betrouwbare informatie zoals Milieu Centraal of de Consumentenbond. En nou, daar zullen we een aantal dingen over vertellen. En, want er zijn ook een aantal lezingen. Er okay. zijn ook lezingen gericht op, ik zeg maar even voor het gemak, het hoofd van het gezin thuis. Hè? Die het hoofd van het gezin? Die gaan gewoon nadenken van... De man die het vlees snijdt op de zondag. Ja, maar dan in dit geval, vaak ja. is dat de vrouw die gewoon kan zien van wat, waarom die kinderen met z'n allen allemaal 20 minuten onder de douche staan. Oké. Okay. En dus we gaan een beetje laten zien van waar zit nou dat geld in? Wat ja, je dus hebt. Op 7 november, dan kan men naar de duurzaamheidsfabriek komen. En dan hebben jullie daar een infomarkt over, nou ja, duurzaamheid. Ja. En met alles daaromheen, hè? Dus inclusief ja. lezingen, inclusief stands van producenten, vooral uit de buurt ook, die zelfs een aantal van, die ik zelfs voor een deel niet kende. Ja. Hè? Dus we hebben eigenlijk gezegd van, breng het gewoon dichter bij de mensen. Ja, maar daar heb ik toch nog even een slotvraag. Die duurzaamheidsfabriek wil niet met u geassocieerd worden, en toch houden jullie daar een infomarkt. Als ik deze ruimte zie hier bij het duurzaamheidscentrum bijzicht, zou ik zeggen, hier kun je ook wel een paar steentjes plaatsen. Waarom nee, is daarvoor gekozen dan? Omdat we denken dat we daar honderden bezoekers hebben die we hier gewoon niet kwijt kunnen. Zeker niet inclusief die 25 steentjes die we er hebben staan. Oh, u verwacht echt heel veel bezoekers? We verwachten honderden bezoekers. Inclusief lezingen, inclusief alles wat daar omheen zit. Oké. Okay. Ja? Meneer de Keizer. Het woordje duurzaam, nou, ik kan het na vandaag even niet meer horen. Het is veelvuldig gevallen in ons gesprek. Ja, ik zou zeggen op naar de 7e november dan maar. Dankjewel. 6:30 s'avonds. Oké, okay. 6:30 tot 9:30. Kijk allemaal aan, komen. Dat zegt hij in de camera. Bij deze de oproep van meneer de Keizer van het platform Duurzaamheid. Volgende week dan zijn we er weer, uiteraard met een ander onderwerp. Maar net zo duurzaam als uw eigen omroep. Tot dan.